staan nu in het KKF-gebouw en vandaag is de opening van de Surimap-conferentie/beurs. Surimap staat voor Suriname Mining Energy and Petroleum en vandaag is de openingsceremonie en deze beurs, conferentie, eigenlijk ook een soort van expo, duurt dus 3 dagen. Tot en met donderdag 17 juni is het gaande hier in KKF en we hebben heel wat internationale gasten, heel wat internationale sprekers. Tijdens de conferentie zullen er dus lezingen zijn en presentaties, masterclasses, maar ook een beurs waarbij verschillende bedrijven in en buiten Suriname die actief zijn in onze mijnbouwsector of actief zouden willen zijn in onze mijnbouwsector, investeerders enzovoorts, die zijn allemaal hier vandaag. En de bedoeling is dus dat ze een beetje gaan netwerken, elkaar beter gaan leren kennen. Maar we gaan ook even spreken met mensen van de organisatie om ons beter uit te leggen wat het doel is van deze Surimap-conferentie in Suriname. Met Surimap heeft de basisdoel te maken met het netwerken van internationale bedrijven met de Surinaamse markt in mijnbouw, energie, olie, gas, petroleum sector. Ja. En hoeveel bedrijven zijn er uit het buitenland? Want ik begreep dat er dus buitenlandse bedrijven hier zijn om eventueel te netwerken, te investeren in onze mijnbouwsector. Het exacte aantal is niet precies aangegeven. Wat ik wel weet is dat het in ieder geval meer dan 50 bedrijven zijn. Dus als we dat dupliceren maal maximaal 3 zijn er meer dan 150 participanten internationaal hier aanwezig. De conferentie duurt 3 dagen en bestaat dus uit presentaties, lezingen. Kunt u iets meer vertellen over de verschillende activiteiten gekoppeld aan deze Surimap-conferentie? De conferentie is dus namelijk in 2 secties verdeeld. Wij hebben eerst de conferentie. Daar komen dan alleen degenen die geïnteresseerd zijn in het weten van wat er allemaal nu op de lokale markt gebeurt. Er zal dan hier een wisselwerking plaatsvinden tussen ideeën vanuit het buitenland, zoals bijvoorbeeld hun Aboriginal programs, hoe die worden toegepast in het buitenland. Met de communities daar die last hebben van mijnbouw, als ook hier in Suriname de huidige stand van zaken met de mijnbouwsector, energiesector, alles dat met die branche te maken heeft. Daarnaast hebben we nog paneldiscussies waar dan bijvoorbeeld WWF enkele pijnpunten zullen aanhalen. Want mijnbouw is natuurlijk nu eenmaal een sector die vernietigt, maar met de hedendaagse ontwikkelingen en ook de bedrijven die komen, eisen ze dat het vooral vrij eco en duurzaam wordt besteed. Dus ook mijnbouw kan een duurzame cachet hebben. Dat is dus de conferentie. Bij de exhibitie, daar is het meer first hand. Daar kan men direct zien wat de markt te bieden heeft, zowel nationaal als internationaal. En men kan dan eventueel ook netwerken. Het laatste segment is dan meer ook voor de delegates en degenen die zijn uitgenodigd. Dat is in de avonduren. Dat is dan meer een beetje een one-on-one tête-à-tête waar men dan cocktails zal hebben de eerste dag. Dat is vanavond. Morgen hebben we dan de galaavond die zal plaatsvinden in Torarica. En dan sluiten we dan dat af met de SAB-receptie in de Rum House. Dat is dan donderdag 19 juni. Vandaag is dus de openingsceremonie. Is er ook een hoogtepunt bij deze conferentie? Wel, in feite is dit alles al een hoogtepunt, want het is de eerste internationale mijnbouwconferentie die alle sectoren onder één paraplu hebben. En dan bedoelen we echt de eerste in het Zuid-Amerikaans continent als ook in het Caribisch continent. Nergens in deze hele regio heeft eentje plaatsgevonden waar alle sectoren vertegenwoordigd zijn. Heel mooi. En na de conferentie zijn jullie ook van plan specifieke vervolgstappen te ondernemen om tenminste het beoogde doel echt te bereiken? Ik denk dat we dat zeker gaan doen. Het zal niet hierbij blijven. Er zijn waarschijnlijk ook al met Ametree, die samen met ons dit alles heeft helpen opzetten, zal er dan ook een follow-up gegeven worden. Ik weet zeker dat men ook gaat kijken wat de cijfers bieden om te zien wat de vraag zal zijn en de behoefte. Om te kijken als de conferentie wordt gecontinueerd om de 2 jaar of elk jaar. Of dan, het hangt er echt wel van af wat de markt dan zal geven. Wij gaan echt naar hun stem luisteren.